De viering van 10 oktober, dag van de Marrons, zal dit jaar anders zijn dan de voorgaande. Dit zei de voorzitter van Amaron Kompas, Leo Brunswijk, gisteren tijdens een persconferentie op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Brunswijk merkt op dat het de bedoeling is dat alle groepen die apart vieringen zouden doen, één blok vormen. We hebben gezegd van nee, laten we bij elkaar komen en 10 oktober dit jaar groot vieren bij Onafhankelijkheidsplein. Het is een dag van de Marron en het thema dit jaar is eenheid. Dus daarom zie je dus dat al die groepen gaan bundelen om de eenheid te demonstreren. We hebben verschillende groepen hier. De oudste groep die bezig was met 10 oktober, dat is Stichting 10 oktober, onder de leiding van voorzitterschap van meneer Leo Ottoman. We hebben ook Amaron Kompas, daar ben ik de voorzitter van. We hebben ook een groep uit Ghana die naar Suriname zullen afreizen voor in verband met 10 oktober. De Amaron Kompas voorzitter zegt verder dat de organisaties die belast zijn met het plannen van de viering bezig zijn met de visa voor de mensen die vanuit het buitenland moeten afreizen voor de viering van 10 oktober. Tresna Pinas, hoofdverantwoordelijke van de Polowakka, zegt dat het Onafhankelijkheidsplein de plek zal zijn om mooie klederdrachten te bezichtigen. De Polowakka is niks anders dan dat we door de straten van Paramaribo gaan lopen. De verschillende bevolkingsgroepen die gaan in hun culturele klederdracht met muziek en al het mooie dat ze hebben vanuit Kwaku lopen naar het Onafhankelijkheidsplein. In verband met 10 oktober zullen we Suriname tonen, wijzen, demonstreren wat we allemaal hebben binnen de Marron gemeenschap, om zo te zeggen. We hebben voor nu al verschillende groepen benaderd. Tekeleli is een groep die mee gaat doen, Shining Stars, Fiamba, Milamofu, een groep van de Matawai, de mensen van Adjuma Kondre die gaan meelopen, Lange Oeko gaat meelopen, Dantapu, Rikanao Mofo en de groep van mevrouw Vrede Asomi Toto. En we zijn nu ook bezig te praten met de Pamaka gemeenschap. Pina zegt verder dat 10 oktober ronduit mooi zal zijn. Heel Suriname zal de kans krijgen om te zien wat eerder alleen in Marowijne georganiseerd werd. Ze merkt op dat dit jaar niet alleen aan de Marron gemeenschap is gedacht. De bedoeling is dat de viering nu een nationaal karakter krijgt.